Leerkrachten en aankomende leerkrachten, oftewel studenten van het EOL, worden voor de leeuwen gegooid. Althans, dat is de mening van de stakende docenten. Ook vandaag hebben de docenten onder aanvoering van de BVL, ALS, de ingang van het universiteitscomplex gebarricadeerd. Docent Julaika Ramdas zegt dat de BVL ook de EOL-docenten vertegenwoordigt. Ze heeft 2 masterstudies gedaan en is al 8 jaar verbonden aan het instituut. Ramdas zegt dat sinds haar studiejaren er over een transformatie van het EOL wordt gesproken. Daar wordt er inderdaad ook aan meegewerkt, maar er zijn verschillende factoren en actoren die eigenlijk erop stuiten. Waardoor we tot de dag van vandaag nog zijn waar we zijn en niet kunnen komen waar we moeten komen. Kunt u een van de factoren noemen of actoren? Geen medewerking, geen inzet, geen onderzoek, nader onderzoek om na te gaan wat zijn de precieze dingen die gedaan moeten worden om het instituut op te trekken. We zijn al begonnen, ik ben nu al 8 jaar werkzaam als vaste docent op het EOL. En sinds ik hier ben, weet ik dat we werken aan het omzetten van de MOA en MOB opleidingen tot een bachelor's en eventueel een master's niveau. En er zijn enkele opleidingen die dat al hebben, een bachelor's niveau. Wij van biologie hebben dat nog niet, maar het programma is het wel waard. Ramdas geeft aan dat de EOL-docenten wel achter de verbetering van de kwaliteitseisen staan, zoals aangegeven door onderwijsminister Lilian Ferrier. Maar deze transformatie maakt ze onzeker over hun baan. BVL-voorzitter Wilco Valies vindt het belangrijk dat de minister alle partijen de ruimte geeft om zich over de sluiting van het EOL uit te spreken. Ik heb geen zekerheid over mijn brood. Ik heb zelf ook meegewerkt aan het verzamelen van data, zodat er een rapportje ergens komt te liggen. Zodat de beide instituten weten waarover het gaat, waar moet men op letten. En een van de dingen is zeker mijn brood. Ik weet niet of ik een plek krijg op de universiteit. En wie zegt dat ik bij of wil werken voor de universiteit? Natuurlijk ligt de keuze ook aan mij of ik daarvoor kies of niet. Maar als ik voor het onderwijs kies, mag ik naar mijn inziens geen belemmering krijgen voor. Ik heb ervoor gestudeerd. Ik wil mijn krachten geven. Ik ben ook een Surinaamse burger. Voor hetzelfde had ik gekozen om in het buitenland te blijven, maar ik ben teruggekomen om mijn krachten hier te geven. Er zijn zoveel andere docenten, collega's op het instituut die ook zijn gaan upgraden, een masters hebben gedaan en hun krachten weergeven aan het EOL. Dus als de minister zegt dat de onbevoegde krachten, dan willen we weten wie die onbevoegde krachten zijn. Onderwijs maken is niet een aangelegenheid van een minister of van een, in elk geval een politicus. Het gaat erom, het is een samenspel. Politicus heeft een idee, toch? Wil een bepaald beleid doorvoeren. Nou, ga dat toetsen bij de mensen die het moeten uitdragen. Want het zijn de leraren die dat werk moeten doen. Niemand anders, niet de mensen van de universiteit. Dus daarom zeg ik, als je dat instituut hebt, dan ga je werken aan versterking van dat instituut. En dat je verzekerd bent van een stukje kwaliteit dat afgeleverd moet worden. Weer de kwaliteit verhogen. Dan kan je dat bewerkstelligen door een aantal zaken in place te brengen. Een structuur in place te brengen. Kwaliteitszorg, noem maar op. Een aantal dingen kan je inzetten om die kwaliteit te verhogen. Dus wij zien eigenlijk op dit moment de zin er niet van in om nu die opleiding, het instituut eigenlijk te ontmantelen. Hè. Nu is aangegeven dat de inschrijvingen gestopt moeten worden. Wat eist u op dat stuk? Nee, maar daarom zeg ik, de mensen die eigenlijk naar dit instituut komen, en er is dus niet, ze worden nu plotseling met dit gegeven geconfronteerd. Dus terwijl je dat echt op een goede manier gefaseerd de mensen duidelijk maken van luister, over 3 jaren of over 4 jaren gaan we naar een nieuwe opleiding, begin je daarop voor te bereiden. Tot zover de BVL-ALS-voorzitter Wilco Valies. Hij benadrukt dat de acties onverkort doorgaan totdat er een oplossing is gevonden. Valies zegt dat de levensvatbaarheid van het nieuwe instituut nog niet gegarandeerd is. Het was vandaag de 3e dag dat de ingang van het universiteitscomplex was gebarricadeerd. Vanwege de actie kon de cameraploeg van ATV het complex niet betreden voor de opname van het programma Panorama. Het programma van vanavond komt dan ook te vervallen. De BVL zal morgen een persconferentie beleggen over deze kwestie.